Alpen. We zitten hier in de trein naar Nijmegen. Ja. Waar stap jij straks uit? Arnhem. Arnhem. En jij hebt een mooie telefoon, hè? Tuurlijk, altijd. Wil je die even laten zien? Yes. En wat zit er allemaal op qua kaarten? Alles, gewoon alles. Letterlijk alles, internet, MSN, muziek. En zit er ook GPS om? Altijd. En TomTom ook? Ja. En hoe gebruik je dat? Gewoon makkelijk. Programma's. Ga ik naar TomTom. Hij opent nu TomTom. Ja. TomTom 7.9. Ja. Ja, je moet toch geduld hebben. Oké. Hey, maar we zijn helemaal niet in Amsterdam. Ja, maar ik moet nog een route kiezen. Oké. Dus navigeer naar adres, stadcentrum. En heb je dit bij je telefoonabonnement gekregen? Nee, dat is illegaal. Oh, dat heb je gewoon van internet gedaan. Ja. Oké. Okay. Ja, dat kan. Maar je gebruikt het gewoon echt vaak. Ja, echt vaak. Dat zie je toch ook. En ook wel vaak om plekken op te zoeken. Ik bedoel, altijd. Als je uitgaat of zo. Altijd. En hoe gebruik je het nog meer? Gewoon af en toe als ik loop ergens, kijk ik ook wel af en toe. Meestal in de auto. Dus naar steden gaan. Ja, je rijdt zelf ook auto? Ja, in het weekend. Okay. Door de week is OV geldig. Gratis. Oké. Dus ja, Utrecht. Je hebt ook Google Earth. Wat is dat? Kun je zien op welke plaats je bent? Even kijken. Google Maps. Nu zie je meteen waar we zijn. Even kijken. Mijn locatie. Bezig. Locatie wordt bijgewerkt. Hop. Hey, en gebruik je dit nou ook wel eens om bijvoorbeeld foto's op internet te zetten? Ja, en ook dan films. Aan een locatie te zetten? Ja. Dan zet je, dan doe je wel eens bijvoorbeeld van ik heb deze foto in Arnhem gemaakt en dan zet je hem meestal, op die locatie. Meestal niet. Behalve als ik een film maak, ja, heb ik in Arnhem gemaakt, zet ik op YouTube. Oké. En zit je op school? Ja, ik zit op school. En wat studeer je? ICT niveau 3. ICT niveau 3, oké. Van op het ROC? Ja, van Amsterdam. En leer je dan ook wel eens iets over geo-ICT? Geo-ICT? Ja? Nee. Bijvoorbeeld hoe je met dit soort kaarten informatie kan verspreiden? Oh, nee. Gewoon, ik doe pure systeembeheer en netwerkbeheer. Ik ben zelf nu met Cisco bezig. Oké. Systeembeheer en netwerkbeheer, oké. Dus je hebt nooit, en je hebt ook geen les, geen vakken daarin gehad. En, gewoon, ik heb alleen projecten. Ja, maar je kent niet GIS. GIS heb ik nog niet gehad. Ken je het wel, GIS? Nee, heb ik ook nog nooit van. Nooit van gehoord. Is het nieuw of zo? Ja, nou, heel veel opleidingen bieden nu ook geo-ICT aan als vak. En dan leer je dus net dit soort applicaties maken. Maken, dat is meer niveau 4. Oké. Okay. Volgend jaar. Oké, okay. Dus dat krijg je misschien nog. Ja. Ik heb ook YouTube erop. Ja. Wil je nog meer iets nee, zien? Ik heb wel even genoeg gezien en dankjewel. Is goed, graag wel een fijne.